van Lucilla. Luxio's eerste gooi. Nou, Luan, hier staat papa. Ja, Sil. Ik werk het ook. De volgende rol. Goed zo. Lucilla die gaat het dik. Ik heb altijd de schroeven draaien. Wat doe jij nou? Tada! De lijp zo weer los. Wauw! Goedemorgen. Dat is weer een lezing. We zijn de Wellinga's, familievloggers. En we zijn alweer bezig met de thuisschool. Want wij hebben nog geen vakanties. Nog één week thuisschool en dan hebben wij vakantie. Ja. Maar nu zitten we weer in de boek. Ja, hey, ik ga even naar de dichte school. Want die zijn we eigenlijk wel open. Voor nu als nieuwe lesboek. Want deze heb je ook niet hoor. Dus ik neem jullie even mee naar de dichte school. Nou, Luan, hier staat papa dan. Bij je tafel, jongen. Kijk, Luan. En met een tasje van de juf. Met je nieuwe huiswerk. Ja, schoolboekjes. Nou, ik neem ze mee. Daar, Lu. Kijk, hier is je bureau, jongen. Met een lege klaslokaal. Hopen dat het na de meivakantie gauw weer normaal wordt. Kijk eens, wie is daar weer? Papi. Hey. Hey, Lu, uit je lege klaslokaal. En juf, die... En je nieuwe boekjes, jongen. En die. De volgende kern. Kun je weer even mee door. Nou, Lu, wat voor boekje heb je gekregen? Deze. Werkblaadjes. Ja. Een schrijfblad. En de volgende kern. Kern 10. En weer een heel nieuw boekje. En ik ga er altijd even in kijken. Altijd leuk, hè? Even kijken hoe het er allemaal weer uitziet. Ik ga even naar de fotocamera winkel. Ik wil kijken of we een nieuw batterij voor die kunnen krijgen. Nee, die was kapot, en hè? Een extra reserve batterij voor deze. Oké. Nou, doe voorzichtig, hè? Succes, hè? Doeg! Ja. Het is koud en er ligt nieuw sneeuw. Uw. Nieuw sneeuw. De één woord is goed. Ja. En er ligt sneeuw. Heel goed. Volgende. Ik. Sneeuw, geel, eeuw van de slaap. Ik geel van de slaap. Waar daar staat geel? Hier. Goed zo. Je ziet het goed, ik heb geluk. Onze vlogkamerspecialist is open, hè Hans? Kijk, drie nieuwe batterijen. Kunnen wij weer voort? Bedankt maar weer, hè? En sterkte in deze tijd ook. Ja. Tot gauw. Doei. Ja, het is voor alle ondernemers met winkels ook heel erg pittig. Apart hoor. Ik hoop echt voor iedereen dat er weer snel normale tijden gaan komen. Want ja, zo'n winkel staat als dit. Word je niet echt blij van. Wij zijn klaar met de thuisschool. En ik heb iets heel erg leuks bedacht voor vandaag. Namelijk van allerlei leuke opdrachtjes uitvoeren met lange nagels. Nu heb ik hier een paar soorten lange nagels besteld. Nee. Wil jij de Hello Kitty? Luc, zie je de Hello Kitty? Zijn we die plaknagels in? Kijk eens. Wij de witte. Luan, wil jij ook wel lange nagels? Ja, ik ga berenklauwen maken. Luan wil berenklauwen maken? Met grijs en het donkere. Oh, hij heeft grijs en donkere nagellak gevonden. Lucilla, wat ga jij doen? Jij deze? Ja. En welke kleur heb jij uitgekozen om ze mee te lakken? Blauw. We gaan eens even kijken of we een hele leuke challenge kunnen doen vandaag. Ja. Want we hebben hier ook een hele leuke dobbelsteen. En deze dobbelsteen, die bepaalt zo meteen wat jullie kunnen gaan doen met de nagels. En dan ben ik heel erg benieuwd of dat gaat lukken. Daar komt ze. Nee. Deze is voor de wijs. En twee. Wat? Dat is gek, hè? Ja. Weer de volgende. Het lijkt net dat ik wel iets van 5 jaar mijn nagels heb laten groeien. Voelt gek, hè? Oh, heel erg gek. Ga ik ze even lakken als berenklauw? Ja, graag. Dus mam, de donkerblauw, alleen de
donkerblauw en grijs, hè? Ja. Je gaat niet zelf op je eigen nagel lakken. Dit zijn ze. Dit zijn ze. Dit is echt heel gek. Dit voelt raar. Dit voelt heel erg. Maar dan moet je wel even rustig gaan zitten, want je moet even de nagel laten drogen. Goed? Ja. Nou, dan is Lucilla aan de beurt. Oh. Je wou ze verven. Zo. Ja, Luxie, jij was er meteen. Jou pakken we even een maatje kleiner. Kijk. Oeh. Woehoe. Zinna. Ja. Zo. Bij Lucilla zitten ze ook op. Wat vind je ervan, schatje? Wat vind je ervan? Mooi. Vind je het mooi? Ik was heel anders bij elkaar. Voelt het gek, hè, jongens? Oh, dit was heel gek. Heel raar. Ik heb het in mijn nagels. Ja, je mag zo ook. We gaan eerst even aan Lucilla ze nog... Eerst nog eventjes een nagellakje erop. Alleen nog nagellak. Oké, zullen we om en om doen? Zullen we roze-blauw doen? Roze-blauw. Leg je vingers neer. Doei. Eerst deze. Blijf zitten. Doei. Voelt het raar, Lucilla? Ja. Alsjeblieft. Dit zijn we. Wat vinden jullie ervan? Heel erg. Ja, dat is heel raar. En deze voor Luxie. Ja, Luxie op de vinger, hè? Zo. Krijg jij... Oeh, er zijn Hello Kitty op. Vind jij die mooi? Ja, ik vind die mooi. Zo. En Luxie ook, hè? Zo, doe maar. Plak. Mooi. Dan ga ik die zo even opeten. Goed. Doe maar even voorzichtig. Ze zijn er veel te groot voor Lux. Ja, maar ze niet zo groot. Laat eens kijken, Lux. Mooi. Kijk, Lux heeft ook de nageltjes. Wat mooi, schatje. Ja. Hebben ze alle drie mega lange nagels. Ja, Luan heeft klauwen. Ja, papa zit met de hondjes wandelen. Gaan we straks laten zien. Lux heeft dat denk dat papa dat wel mooi vindt. Lux heeft dat hier. Hé, en als je zo doet, hè, dan maak je een heel raar geluid. Kunnen jullie dat doen, zo? Gek. Oh, dat voelt net als een ander. Ja, gek is dat, hè? Mooi. Is mooi, liefie. Mooi. Super schattig. Kijk, de nageltjes van Luxie. De nageltjes van Lucilla. En de nagels. De klauwen van Luan, hè, moet ik zeggen. Nu jullie lange nagels hebben, is het natuurlijk lastiger om dingen te doen. En om dat te gaan ondervinden, heeft mama hele leuke opdrachtjes voor jullie bedacht. Yay! Aan de hand van de dobbelsteen. Dan mag Luxie als eerste gooien. Gooi dan maar. Wow. 3. Dan gaan we naar opdracht nummer 3. Hier heb ik al de dobbelsteen puntjes. En hier alle dingen die erbij horen. Draai nummer 3 maar om, Luxie. Doe maar die. Wat gaan we doen met de lange nagels? Wat staat er? Treinenbaan bouwen van Duplo. Ja. Nou, hoe pak je hem? Ja, dat is al een hele opgave, hè? Zo. Ja, heel goed. Mijn naam gebruiken, gooi ja. Dit. Ja, nou, dan gaan we hier lekker op de grond zitten. Ja. Zo. Ja, de doos openmaken. Maar ja. Ja. Ah, Luxie doet het heel handig. Ik kiep het hem gewoon om. Goed zo, Luxie. Ja. Goed zo. Hier zijn ze. Dit is een mooie. Ja, hier zijn ze. Ah, jongens. Kom, iemand voor me pakken. Zo. Je zijn een rondje. Jij hier. Nee.
Dat is heel mooi. Mooi koffertje. Nageltjes. Mooi schatje. Nageltjes. Ja, wat heb je daar? Ja, ga die maar bij Luan geven. Kan Luan er een treinenbaan van maken? Ja, geef maar aan Luan. Ja. Luxie, heb je het er al mee gehad? Wil u als Luxie ze niet meer op? Nee, Luxie wil ze af, hè. Is ook niet handig, hè, van die nagels. Ja, dat begrijpen we wel, hè. Nee, het was wel mooi, Luxie. Ja. Nee, Luxie kan ze zo zelf afhalen. Leg ze zelf daar neer. Goed zo, Luxie. Ja, doe het maar lekker af voor mij, zie. Dat was even grappig, hè. Hoe zit er nog één op? Oh. Ah, gek hè? Oh, gekke nageltjes zijn dat. Zitten ze bij jou nog op dan, Sil? Ja. Ja? Oh ja. Bij mij ook. Ja, bij jou ook? Gaat het makkelijker of gaat het moeilijker? Moeilijker. Wel moeilijker, oké. Okay. Ik maak het ook in de kar. Help even jou. Zo. Heel goed. Doe jij heel goed met je nagels. Kijk, daar gaat hij. Ja, goed zo, Luxie. Ja. Daar komt hij weer aan. En dan gaat hij daar weer zo terug. Nou, deze opdracht is geslaagd, hè? Ja. Terwijl Luxie nog even lekker speelt, is het alweer tijd voor de volgende ronde. Nou, Luxie, laat hem maar gooien. Wat gaat het worden? Ik heb geen 3. Oh, 6. Wat is 6, Lucilla? 3. Wat zal 6 zijn? Bak 1 appeltaart. Dan hebben we hier alle ingrediënten, alles voor de appeltaart. Oeh, ja, hij is zwaar, hè? Zet maar op de tafel. Ja, goed zo. Kijk uit voor je nagels, hè, moet ik nu zeggen. Ja, goed zo. Luan gaat het beslag maken. En Luxie gaat even de bak invetten, liefie. Goed zo. Ja, boter erbij. Goed zo. Ja, waar, Luxie? Oh, Sella snoepen. Rookmachine. Sella die gaat het deeg proberen te kneden. Met de nagels. Ik ga vermoeden. Dat is lastig, hè, schatje. Ik ben bang dat je nagels erin zet dat ze het loslaten dan, hè? Ja. Goed horen, Sil, want dan wordt het appelgeslag. En nu moet je van het deeg de bodem maken, Luan. Zie je? Lekker. Zo, helemaal plat op de bodem. Ja, dat is een bal, Lucie. Die is voor de bovenkant. Dan het appelbeslag in de bodem. Je nagels. Zo. Die nagels. Zo, zet hem er maar in, Sil. Ja, heel goed. Dan mag Luan de knop omdraaien. Ja, goed zo. Nou, nu moeten we eventjes even wachten. Terwijl de appeltaart lekker in de oven zit, is het tijd voor de volgende ronde. En Luan die mag gooien. Nou jongen, wat gaan we doen? Laat het zien, wat gaan we doen? Oh. En 5. Wat is 5? Hebben we nog een 5? Ja. Even kijken. Spelen met het stretchy zand. Welke kleur willen jullie? Jij wil geel, roze, Luxie groen. Luxie, wil je ook zand? Deze. Kom maar. Deze. Dat voelt gekke, hè? Oh ja. Yeah. Ja. Deze mama, wat? Kijk, ik doe mijn nagels. Even raar. Ik ook. Wow. Kijk, dan komt die er weer uit. Mam. Oh. Ja. En jij, heb je een balletje? Ik probeer het. Mooi, liefie. Wat moet ik niet maken? Mama, ik heb een schepje. Oh ja. Je kunt met je vinger een schepje eruit halen. De nagels. Ja. Oh, dat ziet er heel gek uit. Ja. Het gaat dan door je nagels heen. Nee, ja. Kijk, hè? Heel. Ja. Nee, ja. Ja, mooi, Luxie. Mooi gemaakt. Ja? Mooi, Luxie. Dat is mooi. Oh, wat een mooie kleur is het samen. Ja, heel mooie kleur. Een hele mooie kleur. Nee.
Ja, een koe, hè? Ja, die vind ik ook. Tada. Oeh, mooi, liefie. Heel mooi gelukt. Kijk maar, finish. Oeh. Ja, moet ik het even laten zien hoe die... Laat maar eens even zien. Je kan dat supersnel. Kijk. Mooi, liefie. Dan op landgoed Kranenburg met Woezel en Pip. Ja, Woezel en Pip, wandelen maar jongens. Wandelen maar. En nog even bij mijn van ouds overdenking bankje. Met het prachtige uitzicht op het landgoed Kranenburg. Mooi heren Woezel en Pip. Ja. Hier gaat baasje altijd even danken en zijn zegeningen tellen. Want dat is ook vandaag weer een prachtige dag. Zo, het rookalarm ging opeens af. Dus ik denk, oh nee, wat is er aan de hand? Keek ik in de oven, ja, je ziet het nu niet meer, maar de appeltaartsap vanuit de appels liep naar beneden in de oven en dat verbrandde helemaal. Dus iedere keer nu als ik de oven wil aanzetten, dan gaat het ontzettend roken en dan gaat het brand, of het brandalarm, het rookalarm gaat dan af. Dus helaas pindakaas, weet ik even niet wat ik moet doen met de appeltaart, want hij is namelijk nog niet gaar. En als ik hem iedere keer als ik hem aanzet, gaat dat sap eruit. En dat sap kan ik er bijna niet uithalen, omdat hij nu dus helemaal in die vorm zit. Dus ik ben bang, jongens, dat de appeltaart niet doorgaat. In ieder geval het eten van de appeltaart niet doorgaat. Misschien dat die nog te redden valt, maar ik laat eerst even de oven afkoelen. Voordat we iedere keer de halve buurt denken van, oh, wat is er aan de hand bij die wenkraat? Nee hoor, jongens, het was gewoon de appeltaart die half aan het aanbranden was. Hé, hey, daar is papa weer. Zo, wat heeft Lucilla dan? Grote... kraaienpootjes. Oh, nou, Lucy heeft ze inmiddels alweer af. Ze had ze ook, maar... En dan weet ik. Hm? Zo zeg. Papa, klauwen. Oh, brood eten met de lange nagels. Ja, dat zou ik doen. Met de berenklauwen. Oh, ja. Nummer 1 en nummer 2 nog vergeten. Oh, mama, we gaan zo meteen door. We gaan zo meteen door met de dobbelsteen. We hebben even lunchpauze. Mm-hmm. Goed, mooi muziekje, Lucy. Mm-hmm. Dat is mooi, hè? Oké, ze gaat staan. Mooi. Ik ben 1 nagel kwijt en dat is mijn duim. Dus de duim is al vanaf. Voor mij is makkelijker. Ja, dat klopt. Okay. Nou, Lucilla mag weer gooien. 1, 2. En 2. Hebben jullie nog? Ja, ja, hebben we nog. Wat staat erop? 5. Verf een schilderij. Kijk, daar hebben we de verfspullen staan. Oh ja, gooi maar, Luxi. Luxi zal ook een keer gooien. Gooi maar, schatje. Ja! Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dit afgaat, jongens. Verven met de lange laag. Mooi, Luxi. Ja, mooi. Echt heel mooi. Silla gaat een heel mooi hartje maken. Met een het neusje en oogjes. Een mondje. Volgens mij is dit wel makkelijk, behalve een kwastje pakken. Ja. Een kwastje pakken is wat lastiger, hè? Nee, joh. Nee, is het ook makkelijk? Oh ja, je hebt hem alweer. Ja, dat is mooi. Wat is Luxie het maken? Woef, woef. Oh, woef, woef. Oh, is dat woef, woef? Luxie is een hond aan het maken. Mooi, schatje. Mooi. Ik dacht dit wel moeilijk. Ja. Heel mooi. Ach ja, prachtig schatje. Heel mooi kunstwerk. Een beetje geel erbij. En beige. Geel. Beige. Oké. Okay. Ik maak gewoon een hartje die buiten staat. Oké. Okay. Die wat klein is. Hoe vinden jullie het van die lange nagels te hebben? Vinden jullie het handig? Nou, bij verf is het wel handig. Verf bij schroeven draaien. Ja, dat zijn jullie al net, hè? Leon zei net van, ik heb altijd een schroevendraaier bij me. Ja. Leon die maakt een de zee, storm. Volgens mij. Een storm. Dit is een zorg. En dan ga ik hier nog zo flits maken. Oh, een flits. Ja. Oh. Oké, man, die ziet er echt raar uit. Ah, dat is de flits. Ja. Wat doe jij nou, Leon? Een nagel. Daar zijn ze wel heel handig voor, hè? Ja. Gewoon een soort kwastje. Ja. Een zonnetje erbij. Tada! Wauw! Hartstikke mooi geworden. Mooi, hè? Luxie ook?
Waar is de van jou? Daar bij Sina mama. Wauw, mooi Luxie. En de schilderijtjes leggen we even in het zonnetje te drogen. 1, 2. Gaat ze doen. Gooi maar. 1, 2. Goed zo. Het is nummer 1. En wat is 1? Ja. Ga buiten spelen. Buiten spelen. Als laatste opdracht. Ja. Maar hoe gaat het met de lange nagels, jongens? Heel pijn, want net bij de glijbaan was mijn nagel gekneusd. Ja, je nagel bleef even hangen, hè? Ja. Ja, zo zie je maar weer. Dat is niet alles van die lange nagels. Nee. Je kunt maar beter lekker de korte nagels hebben zoals mama. Zie je dat? Lucilla, wat vond jij ervan om lange nagels te hebben vandaag? Nou, ja. Wel heel erg leuk, maar wel een beetje pijn. Ze beginnen nou een beetje pijn te doen, hè, jongens. Ja. Dan heeft mama een heel goed idee. Want weet je hoe ze er weer afgaan? Nee. Als je lekker lang in een warm bad gaat. En dan ga ik jullie zo meteen lekker warm in bad stoppen. En dan gaan we de nagels weken in bad. Nee. En dan kan mama ze er zo afhalen. Nee. Is het een goed idee? Weken? Dat ze even een tijdje in het warme water blijven zitten. Nee. Dan laat de lijm zo weer los. Nee. Okay. Zullen we dat doen? Maar eerst gaan we eens even deze puzzel maken. Ja, want dus dan gaat het. Goed? Dan... Ja. Ja, goed zo. Kijk, dan kun je ze er zo afhalen. Ja, maar ik heb er al. Jij hebt er ook al één af. Ik heb ook één af. Ja. Nou jongens, hij is bijna klaar. Ja, ja. Goed kijken naar het plaatje. We moeten nu alleen nog maar de voeten. Kijk, die liggen hier allemaal. En een beetje van mijn lichaam. En nog een paar ballerinaatjes. Ja, dan is de puzzel bijna af. Silla doet de ballerina's na, hè? Wauw. Mooi, schatje. Heel mooi. Oh, Luxie ook? Nee, daar heb je spitsen voor nodig. Ballerina's hebben spitsen. Dat zijn schoenen met hele harde punten. En dan kan je op je tenen staan. Nou, mama heeft vroeger ook op spitsen gedanst. Ja. Tada! En de puzzel is klaar. Supermooi, jongens. Weet je, ik doe als de pit. Ja? Deze en die. Oké. Hé, maar ik zie het ook aan Luan. Luan die vindt ze niet meer lekker zitten, hè, jongen. Die wilt ze af, hè. Zullen we zo meteen nou lekker in bad gaan? Dan gaan we eerst in bad en dan gaat mama daarna pas koken. Ja. In plaats van eerst koken. Goed? Vonden jullie het wel een leuke challenge, jongens? Ja! Klaar daar! Een grote duim omhoog. Nou, wij gaan deze vlog lekker afsluiten. En ik ga zo lekker de kinderen in bad doen. Dat ze de nagels lekker af kunnen weken. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hier onder het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee.